Tijd alweer voor het laatste uitje. Hey, wat voor lekkers zou er in die doos zitten? Dames, we zijn in Tivoli de Helling, de kleine dependance van Tivoli. Mijn laatste popconcert was denk ik in 1968, 69. Ik woonde in Stegada in het zuiden van Friesland. En toen gingen wij met vriendinnen naar QB en de Blizzards. Ik vond die gitarist Ilko Gelling toen wel helemaal geweldig als jong meisje. En we gaan vanavond naar de Nits. Och, de Nits. It didn't work at all. Ben je niet onlangs in de Bos geweest? Nou, de Nits zijn vast een keer in de Bos geweest. De band bestaat al vanaf 1974. Ze zijn natuurlijk bekend van hits als Neskio en The Dutch Mountains. Het is popmuziek, misschien hebben jullie het niet zo vaak live gehoord, zoiets. Nee, ik ben nog nooit naar een concert geweest. Nee, nog nooit. Maar het is geen teringherrie of zo. Het is, Dus je denkt dat het iets voor ons is? Ik denk dat jullie het tot trekken, ja. Zeker nog, ik denk dat jullie het mooi gaan vinden. Kom op, we geven ons helemaal over. Ik heb nog nooit een pop-cd gekocht. Nog nooit. Nee. Jawel, meer dan 30 jaar rocken en still going strong. De dames mogen even komen kijken bij de soundcheck. Eerst even de zaal grondig inspecteren. Ik moet wel even kijken waar de nooduitgang is, want dat wil ik altijd graag weten. Ah, die zijn daar. Ja. Welkom. Hallo, leuk. Ik ben Henk. Dat is een charmante man natuurlijk, hè? Dat is ook altijd leuk. Voor Els heeft het allemaal lang genoeg geduurd. Ze is klaar voor de overhandiging van de doos. En ik heb jullie een taart meegebracht. Geweldig. Hij is allemaal zo. Er zit wel een scheurtje in, maar het is ook een heel oud kasteel, dan mag dat, hè? De doos valt goed in de smaak bij de mannen. En met meer dan 30 jaar ervaring weet zanger Henk Hofstede dat hij de dames zo snel mogelijk naar zijn kleedkamer moet lokken. Om te laten horen, waardoor de Nits zijn geïnspireerd natuurlijk. Nou ja, die kennen we natuurlijk allemaal. En dat is dus een beetje Beatles. Dan ben ik echt weer dat meisje met die lange haren en die zwarte ogen. Ja, ja, oké. Ja, als hij Gloria mee mag zingen van Them, dan is dat natuurlijk wel heel leuk. Ja, ook Them was een inspiratiebron voor de Nits. Ik ben heel benieuwd. Ik denk wel dat ik het heel leuk ga vinden. En bij een popconcert hoort natuurlijk bier. Proost! Op Henk! Kijk, dat doet Els Blijkbaar niet voor het eerst. Hier, hier. Hier, Els. Ah, hey. Je kunt bier drinken, ja. Waar is het nou? Els. Hier heb je ze gepakt. And the burning of the trumpet smells like wild smoke and animals fire. And my eyes fix a thin zone. Ik vond het geweldig. Je hebt een leuk iets uitgezocht voor ons vandaag. Oké, okay. Is goed te horen. Ik vond het heel mooi. De sfeer, de manier waarop die zingt, de uitstraling. Toen ik vanmiddag hier kwam, heb ik nooit gedacht dat ik het zo leuk zou vinden. Echt, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. De komende